Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Niels is even op zolder aan het stofzuigen. En ik ben nu beneden met kindjes. Vanochtend heb ik al een aantal dingen gedaan. Ik ben op controle geweest voor het kindje. En we hebben dingetjes besproken en alles. En het zag er allemaal goed uit en alles. Dus ik ben moe. Maar ja, ik ben ook moe geboren, dus ja. Maar hij zei ook, hij zegt, je vitamines en alles zijn er gewoon allemaal goed. Dus ja, op dit moment kunnen we er niet meer aan doen als dit. En daarna ben ik boodschappen gaan doen voor de komende paar dagen. Want ik blijf niet aan het boodschappen doen. En nu is Liam bij mij. Hi Liam! Die lekkere votten, hè? Ja, hij staat hier. Ja! Hier allemaal rondkruipen hier, hè? Wat ga je nou doen? Hij is nog een beetje aan het kijken hoe dat hij dit allemaal moet doen. Boom! En Joep is bij hem. Ze zitten eigenlijk al de hele tijd samen te spelen en te doen. Dus dat gaat allemaal goed. En Jordi die zit even een filmpje te kijken. En zo dadelijk ga ik broodje geven aan allebei. En dan is het weer tijd dadelijk voor een flesje en naar bed. Hè? In ieder geval, ze zitten nu lekker te spelen. Lily! Liam! Hallo! Hey! Snelle Jelle! Ja? Ja? Hallo. Yay, kusjes. Allemaal lekkere kusjes. Ja. Yeah. Waar Liam heen gaat, wil Joep ook zijn. Nee. Het is nou klaar. Nee. Joep er niet voor te zorgen. Zij denkt steeds dat ze voor Liam moet zorgen. Dat ze bij je moet blijven en alles. Joef. Dat denkt zij de hele tijd. Maar ja. Ik ga eventjes met de kindjes verder hier. En wacht tot het Niels klaar is. Maar doen wij net die. Love is in the handjes, blij. Op Jordi zijn bolletje, allebei. Tweemaal in de hoogte, tweemaal in Jordi zijn tijd. Zo. Varen de scheetjes voorbij. Ei. Dit is toch een hondenscheet, hoop ik. Ruik jij dat? Nee, we hebben dat twee keer gedaan, hè? Nee, Jordi. Ruik jij die hondenscheet niet? Het is klaar. Dat is toch niet Jordi, hè? Ik ruik niks. Nou, volgens mij... Trouwens, voor de mensen... Joops is... Joops. Joef is hartstikke loops. Dus die heeft een onderbroekje aan. Dus je heet nou voor het Joof dan? Joof, ja. Joofs. Ja, Liam die ligt al lekker op bed, hè? Nou is het even papa tijd. Schommel! Wat ga je met hem doen? Ga maar even je lijden.
Wat jullie zo net zagen, was dat ik mijn traditie, die elk jaar weer terugkomt met oud opnieuw, ga maken. En dat zijn wafels. En ik doe dat eigenlijk al jaren. En dat is een traditie hier in het gezin. Dus dat ga ik vandaag weer maken. Oh, ik zal even het beslag laten zien. Dit is het beslag. Dat gaat hierin. Hij is lekker aan het warm worden. Resultaat van een avondje bakken. Jam, 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 jam. En daar ligt de baas des huizes. In de lijn van 6-0 nu. En daar ligt de hond des huizes. Joef, die mag niet meer op de bank. Ik zal trouwens ook even gelijk de bank filmen. Hij is nu niet op zijn opperbest, want Niels heeft de boel weer uit elkaar getrokken. Maar ja, hè, dat is Niels. Dit is onze nieuwe bank. Hé, hey, Joefie. Ja, is onze bank, hè. Daar mag je niet meer op, hè. Nee, is ook zo zielig, hè. Daarom heeft baasje ook een kussentje. En we hebben dit voor de. En het is allemaal verwend met broodjes. Dus. Maar ze doet het wel goed, hoor. Moet nog wel gewaarschuwd worden, maar ze doet het wel goed. Goedemorgen. Wie ligt bij mama en papa in bed? Wie is dat? Is dat Jordi? Oh, hey. Ja. Was jij hier? Wist ik dat al. Jordi was al eerder wakker, hè? Ja. Dus dan mag Jordi wel te bed. Ja. Moet ik nog een keer doen? Au, au, maag hem, Jordi. Maag hem klem. Echt lomperik. Wij gaan nog heel even verder klooien hier en dan gaan we lekker naar bed. Leo is ook al wakker. Maar die is gewoon aan het spelen in zijn bedje. En Jordi die was al eerder wakker als Liam. Nee, we zien hem bo. Toet toet. Nou, in ieder geval, wij gaan eventjes verder hier met kleine. Nou, we gaan allemaal fris en fruitig nieuwe jaren, hè Niels? Ja, iedereen is in bad geweest. Echt, doe eens, behalve die stinkdier niet. Maar ja. Die mag niet vanwege de lockdown. Nee. Die gaat 21 januari weer. Terwijl ik dat toch eigenlijk een beetje absurd vind, want je komt daar verder niet. Je geeft je hond af en dat is het. Maar oké, prima. Dan ga ik verder ook geen woorden aan vuil maken. Het is vandaag oudjaarsdag en we houden het gezellig, toch? En onze Jordi die is ook lekker aan het drinken. Ze hebben allemaal al geslapen. En ook heel veel gepoept. Heeft papa allemaal gedaan. Papa doet mij een beetje ontlasten. Want dan hoef ik niet de hele tijd te sjouwen en te doen. Dus die doet voornamelijk de kindjes hun luier. Volgende week ben ik weer aan de beurt. Nou, we hebben net hier een tirade gehad van Jordi. Hij wou niet eten, hij wou helemaal niks, hè papa? Mm-hmm. En wat hebben we toen gedaan? Hem in de box gezet. Juist. We waren er helemaal klaar mee. Dus hij heeft al een paar happen gehad, maar hij wou niet meer. Nou oké, prima, dan eet je niet. Ook goed. Hij is dik zat. En nou zijn ze aan het spelen. Wij gaan nu even zelf eten. Joef, hou er eens mee op. Wij gaan nu even zelf eten en zorgen dat wij ook ons maagje gevuld hebben. Afgezien van dat Liam dat wel heeft gedaan en Jordi niet. Dus dat gaan we even doen. Hoi
Waar zijn de kindjes? Op bed. En wat doen wij? Chillen. Met onze billen. Ja, we gaan gewoon lekker bank hangen. Daar iets lekkers doen. We hebben lekker oliebollen gehad. En we hebben wafels en ik heb al allemaal lekkere dingetjes. Dus we kunnen lekker snaaien als we willen. Mm-hmm. Als we niet willen, snaaien we niet natuurlijk. En tv kijken natuurlijk ondertussen. En ondertussen een beetje filmpjes van hoe het ruilt en zeilt in een bos. Ja, blijkbaar zijn er rellen, hè. Maar in ieder geval, als er nog iets aparts gebeurt, dan film ik dat wel. Maar voor de rest, ik heb op dit moment niet zoiets van, die gaan we nou nog filmen. Dus als ik nog iets zie, dan gaan we dan nog filmen. En anders niet. Sluiten we straks gewoon alleen nog af. Gelukkig nieuwjaar en lang leven het vuurwerkverbod, want daar merk je helemaal niks van. Een hele goede morgen. Normaal hadden we de vlog al afgesloten, maar dat zijn we gewoon vergeten vannacht. Ja. Wij willen iedereen de beste wensen wensen. En voorspoedig 2021. Dat alles maar weer een beetje normaal gaat worden. Maar ja, die hoop hebben we, maar ik denk niet dat dat erin zit. En dat iedereen heel gelukkig mag worden en alles krijgt wat ze willen en verdienen. En vannacht is Jordi nog wakker geweest. Niels is ondertussen bij Jordi gaan slapen op een gegeven moment. Ja. En ja, vanochtend werd ik wakker in een leeg bed. Ja, dat kan gebeuren. Nou, normaal ga ik weer terug in mijn eigen bed als hij slaapt, maar dat is hem nou niet gelukt. We gaan deze ups en dan afsluiten. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende. Tot de volgende.